Niks. Ja, ik heb wel wat. Gisteren toen zeiden Jesse en Gerrit van we gaan microfoons huren kopen, whatever, van dromengeld. En ik vraag me eigenlijk even af wat nou de afspraken zijn over het dromengeld, aangezien Alexandra toen niet voor het fitnessapparatuur dat geld kon gebruiken. En dat daar toen in de vergadering over gezegd is dat dat alleen gebruikt kon worden om bijvoorbeeld een cursus te nemen of een opleiding of... in ieder geval niet de apparatuur. Ik vraag me af, hoe zit het in elkaar? Ik vraag me echt af. Nou, mijn voorstel, want je begint nu over dat Alexandra dat niet mocht gebruiken. Hetgeen wat ik juist zelfs heb gezegd, is dan gaat het onder andere van het dromengeld af. De apparatuur. Wat voor mij met name belangrijk is, dat het bijdraagt aan je droom. En dat je geen spullen hebt fysiek om mee naar huis te nemen. Dus het moet niet zo zijn dat we straks allemaal spullen gaan kopen. Dat ik een gouden microfoon ga kopen. Gewoon omdat het leuk is. Terwijl we hier een microfoon hebben en die mee naar huis nemen. Dan heb ik het verkeerd begrepen. Dat ik dacht dat het alleen maar voor opleidingen en workshops en dingen gebruikt kon worden. Nou ja, kijk, wat ik gisteren zeg is. Als er verbetering te behalen is bij de kwaliteit van de microfoon. En dus de kwaliteit opname. En dus ook de kwaliteit zeg maar die je overdraagt aan de mensen. En Bram heeft wel een nieuwe microfoon, want dat heb ik ook gezegd. Of tenminste een betere microfoon, maar misschien dat hij die niet mee wil nemen. Risico, kapot gaan, allemaal dat soort dingen. Dan zou het kunnen zijn dat we een microfoon gaan huren om betere kwaliteit af te leveren. Dus niet kopen. Maar ik niet heb iets om zelf mee naar huis te doen. Ja. Dat is duidelijk, dus het is gewoon om nummers te maken. Maar hoe zie jij dat voor je? Bijvoorbeeld Shelly heeft haar gebeuren van het acteerles heeft ze natuurlijk gehad. Jullie hebben nu het evenement Podiumvrees gehad ter aanleiding van jullie droom om singles te maken. Er is een vervolg mogelijk. Dus ook voor Shelly zou bijvoorbeeld... Sowieso gaan we natuurlijk gewoon door met het schrijven van nummers en het opnemen van nummers. En wat ik gisteren erin heb gegooid over de microfoon was meer omdat het toen ook over Podiumvrees ging. En over de winst. En dat zegt niet dat het gegarandeerd het volgende nummer dat we die microfoon nodig hebben. Want misschien dat Bram zegt, joh, ik vraag wel bij die studio of ik hem eventjes mee kan nemen. En misschien dat het ook wel goed komt. Ja, maar het gaat mij meer om de kosten die nou weer gemaakt worden om een nieuw nummer te gaan maken. Op basis is dat gewoon iets wat de BV gewoon betaalt omdat jullie daarmee bezig zijn. Zou dat dan ook voor Shelly gelden als zij zometeen weer met de Titanic bezig is en zij moet daar kosten voor maken, dat dat ook gewoon nog een keer weer kan? Hoe zit dat? Zit daar een limiet aan of is dat gewoon zoals het is? Nou, de reden dat ik hem eigenlijk op heb gegooid is dat we meer dan 5.500 euro winst hebben gedraaid. Dus als we dan bijvoorbeeld 100 euro nodig hebben om betere kwaliteit af te leveren, dan is dat bij voorbaat al een balletje wat ik opgooi. En volgens mij hebben we ook afgesproken met z'n allen van joh, mochten er dingen zijn die we graag willen, dat we dat even in de groep gooien en dat we daarover kunnen hebben met z'n allen. Want je hoeft niet, bijvoorbeeld als er een spreker komt, kun je het ook gewoon in een groep gooien van joh, ik wil dit uitstralen, ik wil dit bijbrengen aan de mensen thuis, maar ook hier als inwoners. Dan gooien we het ook in een groep. En volgens mij is het zo ook met lateerlessen gegaan. En dan is het heel mooi dat we er uiteindelijk een evenement aan vast kunnen plakken. En aan een bepaalde droomstelling, om zo maar te zeggen. En de filmavond heeft dan helaas wel verlies geleden. Maar uiteindelijk is het allemaal wel bekostigd. Snap je? Ja, ik begrijp dus, zeker. Maar het is weer meer een vraag voor mij van hoe werkt het? En ik vind dat iedereen hier allemaal dezelfde rechten en plichten heeft. Laat ik het zo zeggen. Dat is in ieder geval mijn visie op het hele verhaal. Dus als je met een droom bezig bent, dan vraag ik me af... Als je hier daar gewoon lekker aan wil werken en de tijd is daar nog tot december, zit daar een limiet aan of gaan we gewoon lekker door? Of is het inderdaad zo, dus als je een evenement en je hebt daar zoveel winst gedraaid, dan heb je terecht gewoon om daar nog meer geld aan uit te geven? Of mag Shelly gewoon verder? Dus als dan die man voor die Titanic gebeuren komt, kan die dan gewoon uit de BV betaald worden? Dat is gewoon waar ik graag transparantie in wil hebben. Maar waarom komt die vraag vanuit jou, Hiss, terwijl het over Shelly gaat? Ja, dat klopt. Komt ook vanuit mij, maar dat is meer omdat ik behoefte heb aan transparantie in het gebeuren. Want ik heb namelijk, ik zit in een modus dat ik die ruzies en die irritaties over dit soort dingen graag liever op tafel gooi dan dat er achteraf gebekt en geluld wordt. Om het maar even zo te zeggen. En dat we daar weer ruzie over gaan maken. Ik wil daar gewoon transparantie over hebben. Want ik ben eigenlijk dat geruzies en gedoe over dit soort dingen en mensen niet iets gunnen en daar nare gevoelens aan over hebben, ben ik een beetje zat. Uiteindelijk gaat het er wel om. Kijk, als wij ervoor kunnen zorgen dat wij een microfoon kunnen huren waarbij het geluid
beter is. Ja, volgens mij denk ik niet dat heel veel mensen... Nee, maar daar gaat het niet om. Nee, maar... Het gaat mij erom of Shelly dezelfde rechten heeft. Daar gaat het mij om. Volgens mij ben ik vrij duidelijk. Ja, en dat klopt. Ja. Maar, heeft zij dezelfde rechten? Mag ik ook praten? Ja, maar dat vraag is... Maar ja, maar je zit er wel weer... Maar ik vraag om dezelfde rechten. Dat is toch heel makkelijk, ja of nee? Ja, maar dat doe je wel direct door mijn verhaal heen. Oké, nou ja, dat is treden in herhaling volgens mij. Maar goed, doe maar. Kijk, nogmaals, als zij bepaalde dingen wil hebben, en dan kan ze dat toch ook in de groep gooien? Dat is toch ook zo gebeurd met die acteerlessen? En daar hebben wij toch als groep zijn ook akkoord op gegeven? Of volgens mij hebben we ook besproken met elkaar dat we het per case gaan bekijken. Ja. Oké, okay. Dus dit is dan ook een case die we met z'n allen bekijken en het wordt er dan niet doorheen gedrukt? Nou, ik neem aan sowieso dat mensen er niet op tegen zijn. Maar nou, ik hoorde je namelijk gisteren zeggen, hoe dan ook gaat het door. Ja. Ja, en nee, absoluut. Ja. Ja. En dan, ja, en over dezelfde rechten gesproken. Ja. Ik vind dat je op het moment dat je heel veel geld verdient, vind ik ook dat je meer recht van spreken. Oké, maar dat is, dan is dat ook. Nou, daar ben ik niet mee eens. Nee, dat is allemaal best. Maar dan zou Shelly iemand zoveel jassen verkoopt ook weer meer spreekrecht hebben. Dat is een beetje vaag. Waarom is dat vaag? Nou, als je dan wat zegt. Shelly verkoopt dan blijkbaar ziek veel jassen. Als je in zijn verhaal... Ja, al meer dan 100. Meer dan 100. Ja. Dan gaan we het hebben over meer spreekrecht. Dat is vaag. Waarom? Ja, ik vind niet per se... Ik haak daar even op in. Het gaat over 3000 euro winst ongeveer, hè? In de afgelopen maanden. Nee, maar Shell met die jas heeft verdiend, of? Ja, 3000 euro winst ongeveer in de afgelopen maanden. Nou, Shell, dan heb je blijkbaar meer spreken over de boodschappen, over dat soort dingen. Afgelopen maanden, dat heb ik in deze maand bijna omgezet, van mijn jassen. Volgens mij zat je op 60 jassen voordat je de hype kreeg van de jassen. En ik weet niet hoeveel er toen bij zijn gekomen. Misschien 40, 50? Ben ik even blij dat we jullie zijn? Nog een keer nakijken als ik jou was. Maar ja, ik denk ook dat spreekrecht niet afhankelijk is van iemands verdiensten. Want we monitoren het ook niet. We hebben niet bijhouden, je hebt niet meer stemrecht dan een ander. Dus nee. We blijven allemaal gewoon individuen met eenzelfde stem. Uiteindelijk is het wel zo van, joh, als er dingen mogelijk zijn en er wordt veel geld verdiend, dan is er wel een oplossing. Maar wat ik ook zeg, en dat is mijn eigen dingetje, van we gooien het in een groep en dan gaan we er naar kijken. En als uiteindelijk Shelly dingen wil doen met acteren en iemand wil uitnodigen enzovoort, ja, dan kunnen we dat ook in een groep gooien, dan kunnen we daar ook akkoord op geven. Net zoals met de microfoon. En